Oh, net ingestapt en welkom aan boord van de Hyundai Kona 40 kWh. Dus die met 136 pk in plaats van 204 en met ongeveer 300 km range volgens de WLTP. Een auto die bijna hetzelfde kost als de Honda e. Hij is dan ook wel een stukje lichter, dat is dan wel opvallend, want hij is ook een stuk groter aangezien het een crossover is. De Honda e gaan we terugbrengen naar Rotterdam, naar Honda. En dat betekent ongeveer een ritje van 55 km over de snelweg. Boordcomputer van de Honda heb ik gereset, evenals de boordcomputer van deze Kona. En ik ben benieuwd wat het verschil gaat zijn tussen deze twee. Bij Honda in Rotterdam. Boordcomputer van de Kona vermeldt 12,3 kWh op 100 km over een totale afstand van 55 km. Kijken wat de Honda heeft verbruikt. Ja, en dan de Honda. Die heeft beduidend meer energie nodig gehad de afgelopen kilometers. 16,3 kWh op 100 km. Dat is een fors stuk hoger voor een compactere auto.